Dus en dat is dan misschien een mooi bruggetje naar uw boek, Ja. want anders hebben we helemaal geen tijd meer om over jullie boek te Ja, praten. Dat gevecht. Nee. Ja, het leven is een gevecht. Het leven is een gevecht, ja. hè? Ja, dat is het voor iedereen, voor een wethouder in Enschede, ja. ook voor een kunstenaar, toch? Ik wil dat bij deze toch wel zeggen. Ik heb dus bewondering voor de manier waarop jij dus op een gegeven moment je inhoudt en dat dan toch allemaal zo verwerkt en probeert weer opnieuw vorm te geven. Dat wil ik dus aan je geven. Dank je. Ja, zou u het kunnen? Zou u dat kunnen? Zou u kunnen zeggen van er zit op mij een uitknop en ik laat hem, het ik kan hem daarin nog les geven als moet. Ja, toch wel. Heel goed. Toevallig ken ik jullie ook al een hele tijd. Jullie kennen al heel Ja, want u gaat dit boek ook, wat door Metje Blaak is geschreven, gaat u overhandigen, het eerste exemplaar. Wanneer gaat dat gebeuren? De 11e? 11 maart bij Broekhuis in, Boekhandel Broekhuis in Enschede wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de wethouder van cultuur. Nou kijk, die is hier. Maar dan moeten we natuurlijk ook als kijker nog weten wat erin staat. Want u kwam als jonge dame in aanraking met... Ja, een heel jonge dame van 15 kunstenaar. Jaar kwam ik in aanraking. Maar uiteindelijk heb ik 3 boeken geschreven over de Klomp-Strijker-familie. Vanaf 1935 tot 2014. Ja. En dit is dus de laatste in de rij. En dat gaat over het leven van Rudy. Het is eigenlijk dus een soort biografie. Het is een biografie. Ik ben in de huid van Rudy gekropen. Dus in een mannenlichaam eigenlijk. Wat heel spannend was. Ja. En dat is zijn leven. En wat hij dus inderdaad meegemaakt heeft, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven, maar ik heb het geprobeerd. Nee, want Rudy, jij bent ooit getrouwd geweest. Ja. Jij hebt 2 zonen gekregen en vervolgens woonde je ook in een huis met wel... Hoeveel dames? Want u bent één van zijn dames. Mocht wel zeggen. Er wordt gezegd 12 dames, maar dat is natuurlijk... Ja, dat is een mooi aantal, 12. Maar het hij wisselde. Hij zou jaloers zijn. Het wisselde. Even voor de duidelijkheid. Rudy, u had 12 dames? Nou, ik was dus gescheiden en ik zat met 2 kinderen en ik was... Ik werd invalide verklaard. Dus mijn rug kon niet geopereerd worden. Ze hadden hem op een verkeerde plaats. En toen kwamen er, dus toen moesten die kinderen dus, die konden niet bij mijn moeder, ook niet bij mijn vader. Die mensen waren er niet geschikt voor. En dan zouden ze dan naar een kinderthuis gaan of zo. En toen heb ik alles in alles gesteld om dat dus te voorkomen. En toen kwamen de buurmeisjes helpen. En dat liep dus op een gegeven moment, was jaren 60. Dus vrije jaren 60. Nou, en van de nood een deugd gemaakt. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, dus het overkwam me op die manier. En op een gegeven moment liepen er wel 12 van die meisjes. En die kinderen werden verzorgd. Dus het jongste kind was 3 maand. Ja, toen kwam dus dat ging eigenlijk heel goed. En toen kwam u daar ook, als jonge puber, mogen we zeggen. Ik was op zoek naar spanning. Ja, ik werk in de fabriek aan de lopende band. Ja. En toen zei een van die meisjes, moeten ze meegaan aan een kunstenaar. Want daar kun je dus van alles beleven. Daar is wel wat te beleven. Dus het was ook zo. En we kregen gelijk een broodje pindakaas en zo. Vandaar het boek pindakaas. Ja. En dat was is gewoon zo verder gegaan. Dat is gewoon zo verder gegaan, hè? Ja. Maar die pindakaas was gewoon armoede, dat snap je wel. Ja. Dus dat was ook niet meer. Maar goed, in ieder geval, die meisjes die werden groot bij mij. Dus met veel gepraat en gedoe. En dat was jong en dat was jaren 60. En in de jaren 60 was je als tiener altijd nog bij je ouders thuis. En bij mij werd dat dus natuurlijk opgelost door... We konden samen zijn, we hadden niks meer met de ouders. Een soort van commune eigenlijk. Was dat het? Nee, waarom was dat geen commune? Een commune, dat is vaak vanuit een idee of een opgelegd idee. Ja. En dit was juist een omhelzen van de vrijheid van die jaren. Dat is helemaal tegengesteld eraan. Dat ook niets, laten we zeggen, verplicht. Maar het ontstond en mensen kwamen en deelden een tijd en gingen dan weer weg. Ja, u was er daar één van? Ik ben daar één van. Het is natuurlijk op een gegeven moment naar de kunst gegaan. En het leuke, dan wil ik even naar het gevecht zelf. Graag. Het laatste boek. Dat ook duidelijk een ontmoeting is geworden tussen Metje Blaak en Rudy Klomp. Want waar Metje het boek is gaan schrijven, heeft Rudy een schilderij gemaakt wat daar ook voor in staat. Ja, het is een prachtig doek. Dat hebben wij volgens mij op beeld. En anders dan kan ik het hier laten zien. Ja, het is een schilderij door jou dus gemaakt en een boek door jou gemaakt. Ja, onze ontmoeting 60 jaar geleden, 55 jaar geleden. Het was namelijk zo, dus af en toe heb ik dus voorstellingen die dus met de toekomst te maken hebben. Ja. En ik wist zelf niet wat ik daarmee moest en ik snapte soms ook die beeldtaal niet. Het is net een rebus die je daar niet op kunt lossen, weet je. Dus. En op een gegeven moment keek ik naar haar en toen zag ik allemaal van die, om mijn hoofd zo, van die powerveren. Ja, daar kun je allerlei uitleg aan geven, trots, maar ook onsterfelijkheid, weet je. Dus ik wist niet goed waar ik ermee moest. En toen veranderde dat beeld in een overbelichte foto. Dus die powerveren werden steeds minder zichtbaar. Maar toen wist ik dat het een bijzonder meisje was.
hoe bijzonder, dat kon ik natuurlijk niet bevroeden. En dat dus, er zoveel boeken over u ging schrijven, ja, over uw bijzondere leven. Ja, dat niet eens, maar ook dus toen we elkaar later weer tegenkwamen en toen ze dus vertelde hoe haar leven verlopen was en wij elkaar vertelden hoe ook mijn leven verder verlopen was, weet je, toen dacht ik, nou, het was toch wel, ik heb dat toch wel goed gezien bij die powerveer. Ik snapte toen niks al. Maar vrouwen en het leven. Strijken, want jij noemde in het begin... Nou, Strijken, dat is de moeder van Rudy. Ah, oké. Okay, dus ik ben eigenlijk begonnen waar ik mee begonnen? Kinderkaas. Met de groep. Met de groep. En toen kwam de moeder. Maar wat mij fascineerde is zijn jeugd. Hij is opgegroeid met een oorlogsgetraumatiseerde moeder. Hij moest voor zijn broertjes en zusjes zorgen, al op jonge leeftijd. Hij ging naar school, had niet één schoenen. En dan flansde hij een paar schoenen in elkaar en dan ging hij naar school. En dan vond hij het gek dat mensen hem uitlachten, want ja, hij had dat toch gemaakt en hij had toch schoenen. Nee, mag ik daar even in haken? Dat is het klopt. Nee, maar mijn moeder had nog een paar van die schoenen met van die hoge hakken. En het waren houten hakken. Die hoge hakken heb ik afgezaagd. Ja. Dus ik liep als een soort Indiaas figuur met een punten zo omhoog. Ik kan me er iets bij voorstellen hoe jullie nachtenlang met elkaar gebeld hebben om al die verhalen boven water te krijgen. En ik denk met je dat jij nog heel veel boeken kan schrijven, of niet? Over ik ben nu bezig een boek schrijven over Klasina. En ik wil, kijk, ik kan wel een verhaal gaan bedenken. Maar er zijn zoveel interessante mensen om mij heen, waar ik die hebben al een verhaal. En dat is voor mij natuurlijk heel makkelijk. En het is om dat verhaal op te schrijven en daarin te leven. Mooi. En het is natuurlijk ook nog heel mooi, omdat het allemaal is in het gebied in Almelo, waar u zelf ook vandaan komt. Het is allemaal in Twente. Allemaal in Twente. Hoe gaat dat boek heten? Wordt dat de stille kracht of zo? Of als je over Klasina, want zij is wel een soort stille kracht van jullie. Nee, Klasina is ook een heel interessante vrouw. En daar ben ik nu achter gekomen toen ik ben al aan het schrijven met haar boek. Hè. En zij is heel interessant. Als kind had ze al hele aparte voorstellingen van het leven. Heel vrij in haar hoofd. Nou, Rudy dus ook. En vandaar dat, want ik wou nog even iets bij zeggen, op het moment dat hij dus met die schoenen op school kwam, toen hebben ze hem laten struikelen. Toen moest hij naar huis met zijn kapotte broek. Ja. En toen kwam hij thuis en toen was net zijn moeder met haar hoofd in de oven om zelfmoord te plegen. Dus heeft hij zijn moeder net kunnen redden. Hele heftige verhalen. Dit is te veel om misschien allemaal zo kort te vertellen. Laten we afspreken voor het volgende boek met Klasina. Dan komen jullie allemaal nog eens een keer weer. En dan gaan we alle verhalen op een rij zetten. Afgesproken. Ja, okay. Dank voor jullie komst allemaal. Jeroen Hartenboer ook.